De gemeente gaat het voormalig schoolgebouw aan de Travertijnstraat in Vinkhuizen verhuren aan de stichting Backbone 050. Daarmee is de komende 5 jaar de huisvesting gegarandeerd voor 30 organisaties en bedrijven van jongeren. Backbone 050 is een vrijwilligersorganisatie die samen met Carex van het gebouw een broedplaats voor cultuur en sport heeft gemaakt. Allemaal jonge organisaties hebben met elkaar laten zien de afgelopen 1,5 jaar dat zij een prachtige plek aan deze stad kunnen toevoegen waar jongeren zich kunnen ontplooien op allerlei manieren. Nou, zij hebben laten zien dat ze dat ook kunnen exploiteren op een dekkende manier. Daarom hebben wij gezegd van laten we ook dat pand dan bij hen in beheer geven, zodat ze zelf ook er helemaal over kunnen beschikken. Dan is het echt van hen. Het stadsbestuur wil met de overdracht van het pand laten zien dat ze stadjers en ondernemers stimuleert om zelf initiatieven te ontplooien. Ze hebben nu voor een groot deel van het pand al dekkende exploitatie. En de overtuiging is zowel van de gemeentelijke zijde als van de zijde van Backbone dat we in staat zijn om dat gedekken de komende 5 jaar tot met 2021 te kunnen doen. In het gebouw bevinden zich onder meer een BMX pedalpark, een skatepark Colosseum en organisaties op het gebied van muziek, dans, theater en reïntegratie. 20 lokalen zijn ingericht als woonruimte.